Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een wintertrui haken en die wintertrui die bestaat uit reliëfstokjes. Hij is echt lekker dik, kijk. En als ik dit film, dan is hij natuurlijk al klaar en hoop ik dat ik de foto's aan de voorkant heb gezet. Het zijn allemaal reliëfstokjes, dus sommigen denken van, nou die boord die is gebreid. Nee, die is gehaakt. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Nou, iedereen kan haken, want alle duimpjes omhoog en alle abonnees hier onder mijn foto klikken. Op mijn foto klikken en dan kan je abonneren. Of onder het filmpje staat ook al een rode knop, daar kan je ook op abonneren. En dat is gratis en het is ook fijn als je de notificatiebel aanzet. Want die notificatiebel, iedere keer als ik dus iets upload, dan... ja, dan zie je het op je scherm van je mobiel. Dus het is niet alleen achter de computer zitten. Het is ook lekker met je mobieltje 's avonds bij de tv. Kijk lekker naar de YouTube filmpjes. Want je leert er altijd van ja, hoe zit zo'n patroon nu in elkaar? En ik zal je even vertellen wat je nodig hebt. En dan gaan we beginnen. Je hebt nodig een centimeter, heel belangrijk, want deze trui wordt in het rond gehaakt. Dus je maakt je losse ketting of je al hakend stokjes gaan we nu doen. En dan meet je je omtrek van je borstomvang en je meet ook je heupomtrek. En zo lang als deze centimeter uitwijst, en ik zal natuurlijk het patroon ga ik uitschrijven. Dan zal ik de aantal centimeters en het aantal op te zetten stokjes doorgeven, want ik ga ze al hakend opzetten. Dus een centimeter heb je nodig. We haken alles met haaknaald nummer 10, een schaartje en een aantal steekmarkeerders. En dan ga ik natuurlijk zoveel mogelijk uitleggen. Dus je kan natuurlijk ook de video langzamer zetten. Dus hierboven zijn drie puntjes. Dan kan je de afspeelsnelheid langzamer zetten. En je kan de ondertiteling aanzetten. Ik zet ook altijd ondertiteling aan op mijn video's. En hieronder ga ik zeggen hoeveel bollen dat je nodig hebt. Want ik ga wel met een dubbele draad werken. Dus even kijken waar ik de bol heb. Een dubbele draad. En dan weet ik nu nog niet hoeveel ik nodig heb, maar het wordt dus de Royal van de Zeeman. En op de Royal zit 100 gram op en 241 meter. Hier staat bij handwas, maar ik heb gewoon al een paar truien gewoon op 30 graden gewassen of met een wolwasmiddel, wolwasprogramma. En dan, dan kan je er gewoon wassen. En het materiaal, even kijken, is, oh hier staat het, 100% acryl. En ja, dat is gewoon wel heel makkelijk om mee te haken. Meestal werd er hier vroeger mee gebreid, maar nu wordt hier volop mee gehaakt. En je ziet het resultaat, hoe leuk dat deze steek is. Het zijn echt reliëfstokjes. Nou, blijf lekker kijken en dan gaan we beginnen. Ik leg eventjes dit beginstuk weg, want dit is het begin en we gaan en ik knip ook even de draad af, want ik ben dus alvast begonnen ook met zwart. Zie je dat hoe leuk eigenlijk hierboven het effect is als je met een andere kleur erbij gaat werken met dit patroon. Maar we gaan gewoon stap voor stap beginnen hier met de boord. En dit worden, eerst gaan we al hakend stokjes opzetten. En dan heb je dus een rij stokjes. En dan beginnen we met drie reliëfstokjes aan de voorkant. En dat heet in het Engels double crochet front post. En we gaan met twee reliëfstokjes aan de achterkant beginnen. En dat heet double crochet back post. Dus dit zijn de front post stokjes en de achterzijde is de back post
stokjes. Dus ja, het is heel leuk om te leren, want ja, als je dit kan, dan kan je hier natuurlijk heel veel variaties mee maken. Maar goed, ik leg deze even opzij. Kijk, ik ben al aan het even alles het patroon begonnen. Het patroon voor de wintertrui. Ik zal ook onder de video zetten wanneer dat deze klaar is. Want ik ga natuurlijk eerst de trui maken en dan ga ik het patroon maken. Maar we pakken dus haaknaald nummer 10. We beginnen met een opzetlus. En als het goed is, heb jij jouw middel gemeten of jouw bovenwijdte en je heupomvang. En daar moet het omheen gaan passen. Maar goed, we gaan al eerst al hakend stokjes opzetten. En we beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. En nu gaan we al hakend de stokjes opzetten. En dat doe je omdat dan de boord ook iets rekbaarder wordt. Dan krijg je niet zo'n stugge rand aan de onderkant. In die eerste lus, daar gaan we dus eerst omslaan. En dan gaan we eerst een extra lusje maken. Dus je steekt in die eerste lus. Ik pak altijd wel eens mijn haaknaald zo, zet ik erin. Dan steek het makkelijker in. Je haalt je draad op. En door, en nu ga je nog een keer omslaan en door 1, dus dan heb je de eerste lus al gemaakt en dan ga je een stokje maken, dus omslaan door 2, omslaan door 2, heb je je eerste stokje te pakken. Zo, zo moet je kijken. Dan gaan we weer eerst omslaan en dan gaan we in die onderste lus, deze, die onderste lus, die pakken we op. En dan gaan we weer een keer doorhalen en omslaan en een lusje maken. Dus dit is echt de beginketting. En dan gaan we weer een stokje maken. Dus omslaan door 2, omslaan door 2. Dus dit is al je tweede stokje. Omslaan in die lus, daar steek je in. Dan ga je je draad ophalen, dan ga je omslaan en je maakt een lusje. Dan ga je een stokje maken door 2. Door 2, kijk. En zo ga je je hele omvang maken met, dus je pakt je heupomvang of je borstomvang, eigenlijk ja, de breedste gedeelte, de ene heeft bredere heupen, andere bredere borstomvang, maar die omvang die ga je maken in het rond en op het eind hier, dan zie ik je terug en dan sluiten we de ketting. En ik zal zeggen hoeveel stokjes ik opgezet heb op maat M, dat zijn 70 stokjes voor maat M en 80 stokjes voor maat L en 90 stokjes voor maat XL. Dus maat M, L, XL en ik denk 100 voor maat XXL, maar dat moet je even zelf kijken hoeveel stokjes dat bij jou het beste past. Nou, ik zie je terug op het einde van deze toer. We zijn nu op het einde van de toer met de al hakend stokjes opgezet. Jullie hebben een iets langere rij, want ik doe dit om het voor te doen. Zie je hoe makkelijk dat dit eigenlijk haakt? Ook al is het een dubbele draad, dus 2 draadjes van 1, tenminste 2 draden werk ik mee. En het is natuurlijk haaknaald nummer 10, dus het is een echte opschieter. En zie je hoe mooi dat dit al soepel meebeweegt. Normaal heb je wel eens gewoon een strakke rand onder. Maar deze ga je dus, je draait dus je werk eigenlijk en je sluit die ketting, of die stokjes zeg maar, die sluit je hier aan de bovenkant. Dus die draad hou je aan de onderkant. En dan sluit je die ketting hier in die derde, maar ik pak even kijken. 1, 2, 3, want dit is een steek, dus in die derde, daar pak je 2 lussen, je haalt je draad om en je haalt door 2 lussen. Zo, een halve vaste.
Kijk, en hieronder deze draad, hier pak je dadelijk je stopnaald en dan ga je hem even vastzetten hieronder, zodat je echt een mooie gelijke onderkant hebt. Dus deze begindraad, die zet je hieronder goed vast. Dan gaan we beginnen met de relief stokjes en de eerste toer. De eerste toer is dus 3 lossen. 1, 2, 3. En dan pak je het eerste stokje op als relief stokje. Dus je gaat er achterlangs en je maakt nu een voorste relief stokje. Dus je slaat je draad om, je gaat niet in de steek, je gaat achter het stokje. Oh, ik vergeet even om te slaan, sorry, omslaan. Je gaat achter het stokje en je haalt je draad zo weer op en je gaat weer het stokje afmaken door 2, door 2. Omslaan, je gaat achter het stokje langs, je slaat om, je haalt je draad op, omslaan, door 2, omslaan, door 2. Dan heb je al 2 relief stokjes gemaakt. Dan gaan we nog 1 relief stokje maken. Dus je gaat achter je stokje langs, omslaan, doorhalen, omslaan, door 2, omslaan, door 2. Nu heb je al 3 relief stokjes gemaakt aan de voorkant. En nu gaan we 2 relief stokjes maken aan de achterkant. En de achterkant, je slaat weer om. En nu moet natuurlijk het stokje aan de achterkant komen. Dus je gaat niet voor, maar je gaat achter je werk langs. Dan ga je je haaknaald en dan duw je zeg maar je voorgaande stokje naar achteren. Je haalt je draad op, je trekt door en je gaat je stokje afmaken. Door 2, door 2. Dit is een back post, ja, een double crochet back post, dus een achter relief stokje achter. Gaan we er nog een maken? Omslaan, je gaat achterlangs, je duwt je stokje naar achteren, je haalt je draad op, omslaan, door 2, omslaan, door 2. En nu gaan we weer 3 relief stokjes aan de voorkant maken. Kijk, dan krijg je dit resultaat. Dat je dus 3 relief stokjes aan de voorkant hebt en 2 relief stokjes aan de achterkant. Ik zal nog eventjes één keer meedoen. Drie relief stokjes aan de voorkant. Dus je gaat aan de voorkant in en je haalt je draad op. En je maakt een stokje. Je doet niks als stokjes maken hoor. Alleen je maakt die stokjes om die stokjes heen. En omdat dit aan de voorkant moet liggen, ga je achter het stokje langs, maar wel via de voorkant. Dus je maakt nog een voorste relief stokje. En dan heb je er weer 3 gemaakt. Zie je? Ja, het lijkt makkelijk hoor, maar als je een beetje oefent, dan is het niet moeilijk. Want je maakt gewoon stokjes en nu ga je naar de achterkant. Dus je gaat achter je werk en je duwt zeg maar het stokje naar achteren. En dat doe je 2 keer. Dus je maakt weer je stokje af, omslaan, je gaat via de achterkant, je duwt je stokje naar achteren en je haalt je draad op en je maakt je stokje af. En dit herhaal je totdat je weer op het einde bent. En dan zie ik je bij de volgende toer weer terug. We zijn nu op het einde van de toer met dubbele relief stokjes. En ja, ik ga de toer sluiten. En ik pak gewoon eigenlijk hier die opening met een halve vaste. Dus je haalt meteen je draad door. En ik zit hieronder nog met die begindraad en die ga ik nu even afwerken, want het blijft anders toch hangen en je kan beter maar meteen de draadjes afwerken. En nu zie ik dat ik even mijn schaar nodig heb, zie je? En een beetje aan je draad draaien, dan gaat hij makkelijker je stopnaald in. Zie je? En dan ga ik even
haaknaald eruit. En dan ga ik die onderkant, zeg maar, dit begindraadje, ik pak de eerste lus op en ik trek hem goed door en ik ga er meteen een knoopje in leggen. Dus ik pak nog het lusje van de voorkant en ik ga hier ook een knoopje in leggen, dus dat die goed vastzet. Dan ga ik met mijn haaknaald hierdoor. Kijk, dan krijg je een soort knoopje. En dan kan je hem gaan afwerken tussen je haakwerk insteken. En nog een keertje terughalen. En dan is hij wel afgewerkt. En dan heb je meteen je begindraad is dan klaar. Haaknaald weer door. En dan beginnen we weer aan die boordsteek. En dan betekent dus nu de boordsteek gaan we alle reliëfstokjes gewoon vervolgen zoals we de vorige tour gedaan hebben. Dus je herhaalt iedere keer de voorgaande tour. Je begint met 3 lossen en je slaat om en hier zijn dus 3 reliëfstokjes gemaakt. En nu gaan we weer onder het stokje door en we gaan een reliëfstokje aan de voorkant maken en nu weer omslaan. Zie je dat het ook makkelijker is als je de eerste toer gedaan hebt met de reliëfstokjes, dat je gewoon haakt vanuit je reliëfstokje 2 en dit is de derde. En nu gaan we nog even 2 reliëfstokjes aan de achterkant maken. Ik zal het nog even langzaam doen. Achterkant is echt achterin. Je pakt je draad op. Je haalt door. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Zie je? En dit vervolg je. En ik zal even de centimeter erbij pakken. Want hoe lang wil je je boord hebben? Deze is ja toch wel een flinke boord. 10. Maar dat is wel mooi hoor, voor een wintertrui hoor, 10 centimeter. En ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toeren gehaakt. Ja, 9 toeren. En dan hou je als het goed is ongeveer 10 centimeter over. Dus je haakt gewoon lekker verder. Je weet hoe je de nieuwe toer moet beginnen. Als je het moeilijk vindt om in die toer te beginnen, dan pak je je steekmarkeerder erbij en dan zet je die eventjes bij jou in jouw nieuwe toer. Dus dat je weet van, nou hier moet ik weer een nieuwe toer beginnen. Dat is wel belangrijk. Kijk, je haakt wel in het rond, maar het is wel belangrijk dat je toeren aanhoudt, dat je echt zegt van oh hier stop ik en dan ga je weer met 3 lossen naar boven tot 10 centimeter en dan zie ik je weer terug. Als het goed is heb je nu verder gehaakt tot 10 centimeter en dan gaan we de toer sluiten en nog even het laatste achterwaartse stokje, reliëfstokje maken we en we sluiten de toer hier en ik haal even de steekmarkeerder eruit. En we sluiten de toer met een halve vaste. Dus die 10 centimeter boord hier, die heb je nu gemaakt en dan gaan we nu eventjes het patroon laten zien. Dan gaan we nu aan het patroon beginnen en we beginnen weer met 3 stokjes, 3 reliëfstokjes aan de voorkant en 2 aan de achterkant. Alleen gaat nu dus elke keer het voorste reliëfstokje schuift 1 stokje op. Maar we zullen het eventjes laten zien. We beginnen de toer na de boord met 3 lossen, zoals je altijd eigenlijk gewend bent.
En hier zie je dus 1, 2, 3 reliëfstokjes aan de voorkant. En dan gaan we deze nu naar achteren duwen om een reliëfstokje aan de achterkant te krijgen. Dus de eerste toer is 1 reliëfstokje aan de achterkant. En dan gaan we weer 1, 2, 3 stokjes aan de voorkant zetten. En die achterste die ga je dus ook aan de voorkant zetten. En dan gaan we weer 2 aan de achterkant, achterste reliëfstokje. En deze zetten we nu ook aan de achterkant. Even mijn draad goed pakken. Achterste reliëfstokje. En dan weer 3. Dus zie je dan 3 aan de voorkant. Het schuift gewoon 1 reliëfstokje op. En daardoor krijg je een heel leuk resultaat. Ook weer 3 reliëfstokjes aan de voorkant. Ik hoop dat je het goed kan zien zo. En 2 weer aan de achterkant. Dus die duw je naar achteren. En deze toer maak je weer helemaal af totdat je bij het einde bent en dan zie ik je weer terug. En dan zijn we nu geëindigd bij de eerste toer van de van het patroon, de eerste toer van het patroon. En ik heb hier 1, 2, 3 reliëfstokjes aan de voorkant en ik moet er nu nog 1 aan de achterkant. En die eerste 3 lossen, daar sluiten we de toer met een halve vaste. Dan gaan we weer toer 2 beginnen. 1, 2, 3. En dit is een achterliggend stokje, dus een achterste reliëfstokje. Dan maken we nog weer een achterste reliëfstokje op. En dan gaan we hier ook weer nog een achterste reliëfstokje maken. Dus dan heb je er 2. En dan gaan we weer het patroon vervolgen met 3 aan de voorkant. En nu heb je 3, 2, maar dan ga je deze aan de voorkant leggen. Dus je gaat weer een voorste reliëfstokje maken, nog een voorste reliëfstokje en nog een. Dus deze, die achterste, die gaan we nu naar voren leggen en dan krijg je ook het leuke effect. En nu ga je weer 2 achterste maken, dus je herhaalt continu het patroon, alleen verspringt natuurlijk het reliëfstokje. Dus dit zijn 2 achterliggende en nu weer 3 voorliggende reliëfstokjes aan de voorkant. 2 3 En zo herhaal je de hele toer. Dus 2 achterste, 3 voor, 2 achter, 3 voor. En dan krijg je een heel leuk effect. En ik zie op het einde van de tweede toer, zie ik je weer terug. Nu zijn we aan het einde van de tweede toer. We sluiten de toer met een halve vaste. We beginnen de derde toer met 3 lossen. En we gaan nu, hier zijn, dit zijn 2 achterliggende reliëfstokjes, maar omdat het moet verspringen gaan we deze nu aan de voorkant leggen. Dus we maken 1 voorste reliëfstokje en dan gaan we weer 2 achterste maken. 1
2, dan weer 3 voorste, 1, 2, 3, en dan gaan we weer 2 achterste maken. En dan zie ik je op het einde van de toer weer terug. We zijn nu op het einde van de derde toer en we eindigen hier met 2 reliëfstokjes aan de voorkant. We sluiten de toer met een halve vaste en we beginnen de vierde toer met 3 losse. 1, 2, 3. En omdat hier een voorste reliëfstokje is, gaan we die nog 1 op het voorste reliëfstokje zetten met de vierde toer. En nu gaan we nog, omdat hier dus 2 achterliggende zijn, pakken we nog 1 reliëfstokje aan de voorkant. Dus hier hebben we er nu 2. En dan gaan we er nu weer 2 aan de achterkant maken. Sorry, ik wilde te snel. 2 aan de achterkant. Dus we hebben nu 2 reliëfstokjes aan de achterkant gedaan. En nu gaan we weer het patroon vervolgen met 3 reliëfstokjes aan de voorkant. En 2 reliëfstokjes aan de achterkant. Zo. En zie je dat het nu aan het verspringen is? Dat het heel mooi resultaat geeft? Ik zie je op het einde van de vierde toer weer terug. We zijn nu op het einde van de vierde toer en we eindigen met 1 reliëfstokje. En we sluiten de toer weer met een halve vaste. En zo gaat het patroon zich elke keer herhalen. Zie je, dus hier zitten nu weer 2 reliëfstokjes aan de voorkant. Hier maak je er dus 3 van. En dan ga je weer met 2 aan de achterkant. 3 aan de voorkant, 2 aan de achterkant. En dan ga ik nu even meten tot hoeveel dat je moet gaan. Even de trui erbij pakken. Ga ik nu even meten, even alles netjes neerleggen en ik reken de boord mee, want we gaan ook nog dadelijk met zwart verder. Inclusief de boord kom ik op 38 centimeter. Dus bij 38 centimeter daar gaan we met zwart beginnen en dan zie ik je weer terug bij 38 centimeter. En dan krijg je echt een heel leuk resultaat, want het is wel een dikke trui, kijk, maar hij wordt meteen in het rond gehaakt, dus je hebt heel weinig in elkaar te zetten. Ik zie wel hier die zijkant, kijk, hier heb je wel een iets meer opening, maar ik moet zeggen, ik vind het nog heel netjes voor in het rond te haken. We kunnen deze, als het nu erg stoort, nog wel dichter. Kijk, als je zegt van nou, ik vind het niet mooi, dit is de naad, dan kunnen we hem nog aan de achterkant nog iets zorgen dat je met een ja, zeg maar een soort vaste steek deze nog wegwerkt. Maar ik moet zeggen, ik vind hem heel mooi sluiten en je draagt deze naad aan de zijkant. Dus 38 centimeter en dan zie ik het terug. Dan gaan we aan de zwarte met het zwarte garen verder en zie je hoe leuk dat dit resultaat geeft. Dus de bovenkant wordt zwart van de trui en de onderkant is grijs. Ik zie je straks weer terug.
wilde even de trui laten zien. Kijk, dit zijn de mouwen. Tot 38 centimeter. Zo. Ik heb nu doorgehaakt tot de bovenkant. En toen ben ik met zwart verder gegaan. En omdat ik nu natuurlijk alles in het rond gehaakt heb, heb ik ook de mouwen in het rond gehaakt. En de mouwen heb ik 25 stokjes opgezet. Ook al hakend. En met de boordsteek met 3 reliëfstokjes voor en 2 reliëfstokjes achter. En hier heb ik ook doorgehaakt tot 38 centimeter. Ik zal zo de camera weer goed zetten, zodat je kan zien hoe ik die mouwen aan het voor- en achterpand zet. Gewoon met steekmarkeerders. En dan gaan we in het rond verder haken. Dus we pakken de mouwen mee naar het achterpand en dan weer naar de volgende mouw. En zo gaan we 5 centimeter in het rond haken. En dan zie ik je zo weer terug. De camera heb ik nu weer neergelegd en ik heb hier de mouw en hier het band. En dan steek je in het laatste lusje van de toer. En dan ga je eventjes dit verbinden. Dus ik zoek eventjes mijn lus. Je pakt nu zwart garen. En omdat ik dit wil gaan verbinden, doe ik hier weer omslaan en door 2. Zo, ik trek even goed aan het draadje. En hier ook even. Zo. Dan gaan we weer beginnen, net zoals een gewone toer, met 3 lossen. Dan hebben we 3 lossen. En dan gaan we hier in deze mouw, pakken we even een, even kijken wat hier, hier komt die lus uit. En dat zijn 2 reliëfstokjes aan de voorkant. Dan ga ik hier dus een reliëfstokje aan de voorkant maken. Oh, even omslaan. Een reliëfstokje aan de voorkant. Nou, ik moet heel even opnieuw beginnen. Een reliëfstokje aan de voorkant. Even goed de draadjes trekken. Hier ook de draadjes trekken. En meer het patroon gaan we gewoon vervolgen. En ik zie dat ik nog een reliëf aan de voorkant moet doen. Dat heb je zo in de gaten, hè, dat patroon. En weer 2 aan de achterkant. Met de haaknaald 10 schiet je echt lekker op, hè? Lijkt me wel heel leuk, hoor, die zwarte bovenkant. Maar goed, het moet nog afgemaakt worden. De draadjes afwerken. Kijk, en dan begin je hier zo aan die mouw en dan ga je helemaal langs en dan ga je hier achter, spring je gewoon door naar de achterkant van je achterpand. Even kijken, de voorkant nog. Zie je hoe leuk dit patroon wordt met zwart? Dus je vervolgt gewoon je patroon. Je gaat dadelijk hier bij je mouw, ook daar bij die steekmarkeerder, daar pak je dus gewoon de rand weer van je achterpand. En dan ga je weer naar je andere mouw en daar doe je precies hetzelfde. Daar ga je ook weer die mouw verbinden en dan ga je die zwarte toer maken. En als je op het einde bent hier, dan zie ik je weer terug. Als je 5 centimeter met zwart in het rond hebt gehaakt, dus 5 centimeter, dan kan je hem even op een bestaand truitje leggen. En dan zie je dat je nog best wel moet gaan minderen, wil je een mooiere halslijn krijgen. En we gaan nu op minderen, dus ik zet daar even de camera neer. En dan beginnen we weer aan een nieuwe toer hier. En dan gaan we minderen en dat leg ik, ja, zo meteen uit. Dus ik zie je zo terug.
Ik heb weer even de camera goed neergezet en we gaan de toer sluiten. En die sluit ik hier bovenaan in deze eerste steek, dus in die lus met een halve vaste. Dan beginnen we de nieuwe toer met 3 lossen. En dan gaan we minderen. En het is moeilijk te zien op zwart, maar als je goed kijkt, dan zie je hier de eerste stokje begint met een voorste. En dan heb je hier 2 achterste relief stokjes. En dan weer die 3. Dus we beginnen nu met die voorste, wordt weer gewoon een voorste relief stokje. En om het patroon te blijven continueren, nemen we deze ook als voorste relief stokje. En dan gaan we nu minderen en dan slaan we iedere keer deze, de eerste relief stokje aan de achterzijde, die slaan we iedere keer over. Dus met minderen sla je die eerste achterliggende relief stokje voor die 3, die slaan we over. En we gaan die eerste pakken van dat groepje van 3, die gaan we aan de achterkant zetten zoals het gewone patroon is. En dan, doordat je deze hebt overgeslagen, is dit een mindering. Dus we herhalen nu weer het patroon met 3 relief stokjes aan de bovenkant. 1, 2. En we moeten nu de derde maken. En dan gaan we weer deze, die achterliggende, die gaan we overslaan. Die slaan we gewoon over en we beginnen weer op die eerste van die van het groepje van 3 relief stokjes, die gaan we aan de achterkant maken. Dus we slaan deze over en we zetten hier weer een. Dus je maakt nu in deze toer met minderen alleen nog maar 1 achterliggend relief stokje en je maakt toch weer gewoon 3 relief stokjes aan de voorkant. Zie je dat je dan ook een mindering krijgt in deze toer? Dus dit gaan we doen tot weer het begin. Ik zal even de steekmarkeerder weer erin zetten. Dus we gaan minderen met de achterliggende relief stokjes, die gaan we eentje overslaan en dan zetten we nog maar 1 achterliggend relief stokje in het eerste groepje van 3 en verder herhaal je gewoon het patroon. En dan zie ik hier bij het begin hier, dan zie ik je weer terug. Als het goed is ben je aangekomen hier bij deze steekmarkeerder. Ik ben nog even verder gegaan, want je moet gewoon het patroon nu gaan vervolgen tot 10 centimeter. En dan gaan we nu minderen met de relief stokjes en ik pak even pen en papier erbij en dan gaan we minderen en je komt natuurlijk hier aan 1, 2, 3 met die 3 lossen en dan ga je ja, ligt aan hoe je patroon eindigt of stopt, want iedereen heeft een andere maat, maar stel dat dit een relief stokje aan de voorkant is, dus aan de voorzijde. Dus 3, stel dat je zo uitkomt en je hebt 1 aan de achterzijde en weer 3 aan de voorzijde. Dan gaan we nu beginnen met iedere keer 1 stokje over te slaan. Dus we komen weer aan, ik pak even een andere stift. Met 3 lossen begin je altijd en dan sla je iedere keer deze over, die eerste van die 3 relief stokjes aan de voorkant. Dus je pakt er nu weer 2 aan de voorkant, je hebt deze overgeslagen, dan ga je 2 aan de achterzijde maken en dan sla je deze over. Dus je gaat nu aan de achterzijde 2 relief stokjes maken. Dus dit is de relief stokjes aan de voorzijde en dit aan de achterzijde en iedere keer sla je dus een steek over en zo minder je en ga je weer 5 centimeter omhoog.
Dus dan wordt het halsgedeelte, dat wordt smaller, omdat je hier gaat minderen. Dus je slaat er iedere keer een steek over en dan ga je naar 2 voorzijde reliëfstokjes en 2 achterzijde reliëfstokjes. En dat ga je weer 5 centimeter, ga je dat in de hoogte, ga je minderen. We zijn nu op het einde van de toer met 2 voorste reliëfstokjes en 2 achterste reliëfstokjes. En ik zal laten zien hoeveel centimeter dat we zijn gekomen. Dus ik pak even de centimeter erbij en ik meet, ik zal even de camera optellen. Ik meet hier van deze onderkant af tot de bovenkant en dan kom ik ja al meer dan 15 centimeter. Maar goed, we sluiten nu deze toer en dan gaan we verder. Even de toer sluiten. Even de camera goed zetten. Zo. En dan gaan we nu de toer sluiten. Hier zit nog één reliëfstokje. Die pak ik even aan de achterkant. Want ik heb er net 2 aan de voorkant gehad. Hier 1, 2, 2, 2, 2. Ja. En dan gaan we nu de toer sluiten. En die sluit ik hier bovenin. Zie je? Ja, je hebt hier 3 losse. Maar ik sluit hem in dat bovenste opening van het eerste stokje. Dan krijg je het minste gaatjes. Zo sluit ik hem. Ja. Dan pak ik weer 3 losse. 1, 2, 3. En we zijn nu dus op 15 centimeter. Even de centimeter. Ja, iets meer. Ik heb nu 16 centimeter. Maar goed, hij moet in het rond zo. Deze lijn moet helemaal gewoon 15 centimeter zijn, dan klopt het. Dan gaan we nu beginnen met de toer weer met minderen en dan gaan we beginnen met 1 voorste stokje en een achterste stokje, een voorste stokje en een achterste stokje. En op zich hoef je nu niet te kijken hoe het loopt. Het is wel leuk als het verspringt, maar ik kijk daar nu niet naar. Ik wil gewoon een voorste. Even opnieuw hoor. Ik wil een voorste reliëfstokje. En ik wil een achterste reliëfstokje. En dan sla ik er 1 over. Dus ik ga 1 stokje overslaan. Ook om te minderen. Dus ik ga weer naar een voorste reliëfstokje. En ik wil weer een achterste reliëfstokje. En we gaan er weer 1 minderen, dus we slaan er gewoon 1 het volgende over en dan gaan we weer naar het voorste reliëfstokje. Zie je, dan ga je ook meteen minderen. Je krijgt geen gaatjes, want het is toch allemaal best wel dikke wol. En dan hou je hier weer je steekmarkeerder erin. En als we hier bij het eind zijn, dan gaan we weer even verder met die halslijn, zodat die halslijn kleiner wordt, want die valt nu best wel breed op de schouder. En als je 5 centimeter verder haakt, dan wordt die halslijn dadelijk kleiner. Zie je, dan zet je er weer 5 centimeter bovenop. Dus in totaal heb je van hieronder tot hierboven dadelijk 20 centimeter. En we gaan nu alleen nog maar een stokje, een voorste reliëfstokje maken en een achterste reliëfstokje. En die laat je ook niet meer verspringen. Je zorgt dat die gewoon boven elkaar zijn. En alleen in die eerste toer, daar doe ik die steken overslaan, zodat het dadelijk strakker om je hals heen komt. Nou, dan zie ik je straks bij 20 centimeter weer terug. We zijn nu aan de laatste reliëfstokje voor, reliëfstokje achter bezig. En dan sluiten we de toer weer hier bovenin in die eerste steek. Je haalt je draad door
en je knipt de draad af, zo, en je werkt je draadjes af en dan ben je klaar met je trui. Als de draadjes is afgewerkt, kijk, dan kan je de boord zo hoog maken als dat je zelf wil, want dit is alleen maar, dit loopt dan gewoon rond. En ik zou zeggen, graag duimpjes omhoog, bedankt voor het kijken, graag abonneren, hier op mijn foto klikken en ik zie je graag terug bij de volgende video. Tot ziens!